als ik in de Mesdagstraat parkeer en ik ga daar weg naar de snelweg. En dan gebeurt nog wel eens een keer in de zomer dat de weg, dat de brug blijft hangen. Ja, het is mechaniek, dus dat blijft. En dan denk ik van een stad als Woerden, zo groot, zo welvarend vind ik ze. Dan zeg ik van nou oké, okay, dan hebben we op het exercitieterrein hebben we Woerdense vakantieweek of er is in ieder geval wat te doen, dus kan niet langs. En dan? Dan heb je toch een vet probleem als je richting Amsterdam moet of richting Utrecht. En dan denk ik, ja, ik heb geen andere mogelijkheid om terug te gaan, nieuwe brug, bruggetje over, naar de Rijksweg toe. En denk ik, ja. Vandaar dat ik... Heb je een vraag aan de partijen? Ja, ik wil graag concreet, want het is vaak van wij gaan wat doen aan de doorstroming, waarvan ik zeg, ja, hou de rekening met die brug. We gaan wat doen aan de doorstroming. Ik hoor het niet concreet, wij kiezen voor een brug, of wij kiezen voor een brug op locatie A of B, of voor de Westelijke Randweg. Er zijn er één of twee die het concreet hebben genoemd en de rest niet. We moeten verder kijken naar onze neus langs, dus een randweg bij de rioolzuivering heeft veel meer... waarde voor de toekomst. Dus het werd afgeserveerd door ons college en nu komt de aap weer uit de mouw. Nu wordt het weer opgevoerd, maar eigenlijk is het al afgeserveerd. Het was vanuit de oppositie naar het college gebracht. Bekijk die mogelijkheid is ook gedaan, dus is het afgeserveerd. Het is een beetje dus, ja, hetzelfde wat nu opgevoerd wordt, dat kunstje, maar het zijn allemaal labmiddelen. Maar laten we even reëel zijn. Die westelijke randweg die kost 9,5 ton per jaar als je hem aan wil leggen. Dat moet opgebracht worden door de Woerdense belastingbetaler. Ik heb nog niet gehoord waar je dat dan op dit moment... Nee, ik ben nog niet klaar. Waar je dat op dit moment van vandaan wil halen. Daarnaast gaat het natuurlijk gewoon erom dat we hebben in het grondmeirapport gelezen dat maar 12% van de toevoer van de Rembrandtlaan de bestemming Rijksweg heeft. Dat betekent dat die 12%, daar ga je die westelijke randweg voor aanleggen. Naar mijn idee hou jij de mensen in deze wijk gewoon een wassen neus voor, wat dat betreft. Het zou een historische fout zijn als we niet voor die brug en niet voor die randweg gaan. Als we kijken naar de Steinhagenseweg, daar zijn ook historische fouten gemaakt. Dat zullen we niet weer in Woerden hebben. We moeten de toekomst gericht zijn en daar moet het aangelegd worden. En natuurlijk, er moeten financiën voor komen en misschien moet het in twee gedeeltes gebeuren. Eerst de brug en dan de randweg. Maar we kunnen er niet omheen. De westelijke randweg wordt hier door een aantal mensen geschetst als dé oplossing. Maar laten we het eerst eens over het probleem hebben. Het probleem is de Rembrandtlaan en de verkeersoverlast die daar is. Daar is inderdaad jarenlang over gepraat dat dé oplossing zou zijn de westelijke randweg. En het rapport ligt er niet om. Het is niet de oplossing. Het zou een heel klein deel van de oplossing kunnen zijn. Dan moet je ook kijken, als je dan een hele dure oplossing gaat doen, heb je daar de financiële middelen voor? Die hebben we niet. Dan moet je op een gegeven moment ook gewoon eerlijk zijn en de boodschap geven. Het is op dit moment niet realistisch om dat te gaan beloven, want je kunt hem gewoon ook niet betalen. Wat ons betreft, die brug zoals die nu in het rapport voorgesteld is, die hoeft ook niet te komen bij de Gildeweg. Gewoon op de plek zoals die ook eerst ook getekend is. Dat betekent dat je de eerste fase uit kunt voeren. Als je hem ergens anders neerlegt, dan kun je het geld inderdaad anders beter weggooien, want op het moment dat er geld vrijkomt voor de tweede fase richting de snelweg, dan kun je hem direct op aansluiten. En dan blijkt, als die brug er is, dan gaat het om 44% wat er minder zal komen hier op de Rembrandtlaan en de Boerendijk. En erbij komt, als je ziet dat de maatregelen die allemaal uitgevoerd moeten worden, dan praten we ook over 5 miljoen, over de fietspaden, over de rotondes en de verkeerslichten en dergelijke. En dan heb ik zoiets van, laten we dan daar ook toekomstgericht investeren. We hebben al 20 jaar zitten we hier te praten over de Westelijke Randweg. 20 jaar beloven wij de mensen dat die er komt en hij is er nog steeds niet. En als er nu een rapport is wat inderdaad 40% reductie oplevert, dat ontken ik niet. Dus ik ben het volstrekt met mijn vorige spreker eens dat je dat zeker moet afwegen. We gaan er zeker niet, we moeten het echt afwegen. Maar laten we alsjeblieft niet beloven dat hij er nu weer komt. Want dan heb je onvoldoende in de gaten wat voor geld er erin gemoeid is. De Rembrandtlaan is op zich het probleem eigenlijk niet. Het probleem ligt eigenlijk meer op de Boerendijk. Daar stokt het verkeer en dan krijg je hier files. En eigenlijk moeten we zorgen dat dat beter gaat doorstromen. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma een rotonde gezet op de kruising Waardsedijk-Hollandbaan. Omdat wij denken dat daardoor ook Molenvliet beter
ontsloten wordt. Maar uit het grondmeirapport, wat recentelijk gepubliceerd is, zeggen ze dat die rotonde eigenlijk beter hier bij de Boerendijk Hoge Rijndijk kan komen. En daar kunnen wij wel wat in vinden. En als dan ook inderdaad de verkeerslichteninstallatie wordt aangepast bij de Lidl, want daar zit heel veel lucht in het systeem. De lichten gaan naar 25 seconden op rood en dat kan eigenlijk 45. Dan kun je veel meer auto's over die Boerendijk kwijt. Dan gaat het veel minder hier stilstaan en dan krijgen we dus ook veel minder fijnstof. APPLAUS.